Hartelijk welkom. We zijn hier in Loosdrecht. Op de kwekerij van mij en van Peter. Maar Peter is er niet bij. En er was net een vraag over deze kisten. Hier zit coniferengroen in waar we de beesten aan het verzuipen zijn. Dit is zoals conifer eindig. Oh, ja. Daar ligt het einde van de conifer. Oh ja. Het is een verschrikkelijk moeilijke plant. Want er staan er hier nu 200. Maar we hebben 600 planten geplant, waarvan er dus 400 zijn dood gegaan. En dit is gelukkig nu een beetje op orde gekomen. We hebben alleen enorme moeite om het te kunnen kopen. Dus die planten zijn haast niet te koop. Dus, en dat geldt voor steeds meer van ons assortiment. Dat de enige manier om aan planten te komen, is het te laten stekken. En dan begin je dus echt met 5 centimeter. Dat is een lastig ding voor ons. En jullie stekken zelf? Nee, dan sturen we de stekken op. En dan krijgen we, zeg maar, 2-3 jaar later krijgen we zulke plantjes terug. Ja, dat moet dan nog weer zoveel jaar groeien. Dus en dan moeten we proberen voor ons pensioen nog iets mee te doen. Helemaal hebberig hier. Ja. Moet je schaar? Als jij dat zei, hè? Dat is wel jij bij me. Dit is de compostkuil van onkruid. En waarschijnlijk zit hier ook ringslangen in. Dus we hebben hier, ja, dames, buren, niet schrikken, ze bijten niet. Ringslangen, ringslang bijt niet, het is echt ongevaarlijk. Het is een rode lijstsoort. Ik zou het beschermen. Nee, ze zijn totaal ongevaarlijk. En nu zijn ze ook natuurlijk 100% niet actief, want het is veel te koud. Ja. Dat we de ringslang hebben, zijn we heel, heel trots eigenlijk. Ja, sorry, buren. Ze bijt echt niet, ze bijt echt niet. Deze heeft geen vorm. Normaal staat de conifer netjes omhoog. Ja. Of zo. Maar deze niet. Nog even de vraag van in een emmer. Als je het in een emmer doet, dan ziet het er echt een beetje soort van raar uit. Hoe moeten wij dit nou presenteren? Het blijft niet staan. Ja, een beetje als een Valencia. Opbinden, mooi haakje. Haakje? Oh jeetje. Al met van die rekken erin. Want dan zakt hij waarschijnlijk zo in het rek weg. Ja, ja. We hebben afgelopen seizoen een goed seizoen gehad qua groei. Want we hadden een kwakkelzomer. Dat vinden coniferen heerlijk. Regelmatig een buitje. Niet te veel hittestress. Dus dat ging redelijk goed. Behalve in, dat kunnen we ons nauwelijks nog herinneren, maar ik geloof mei of juni. We hebben een hele lekkere warme maand gehad. En toen gingen deze jonge planten, die bruinen daar stuk. Dus net één maand ging het fout, helaas. Dus die moeten we vervangen. Voor de rest hebben we goede groei gehad. Henny, dankjewel voor het filmen. Oké. Jullie met het bukje. Ja, ja, ja. Dit is een klein bladeren. Dit staat er nog. Daarachter waar die bult zien, dat is gewoon groot bladeren. Dat is allemaal weg. Heerlijk. Heerlijk. Ik denk dat dit konijn is. En ik denk dat dat das is. Of vos. Of vos zijn. Oh ja. Daar is deze tak ingekomen. En dit is dus zeg maar een natuurlijke mutatie variant van een van de soorten die we hier hebben. Hij is van blauw is hij geel geworden. Ja. Heel mooi. Kan dit nou? Ja. Waarschijnlijk is het UV-licht wat in het topje deze cel die aan het groeien was heeft gemuteerd. Tweejarig lang genoeg is. Als het te kort is, laat ik zitten. Dat is volgend jaar lang genoeg. Dan krijg je wel weer zulke mooie lange ranken. Ja, al die dingen die ik niet geknipt heb, die zijn volgend jaar die lengte. Zullen we dat? Ik doe met de baas al.